zijn hier op de bouwcampus voor de vergadering van de Taskforce Bouw. Die verantwoordelijk is dadelijk voor de bouwagenda. En we gaan vanavond leuke dingen beleven, ook met de bouwcoalitie. Nou, ik denk dat we hele grote maatregelen moeten treffen in het kader van onze assets in Nederland. En onze maatschappelijke opgaven die er zijn om de burger uiteindelijk ook een vitale leefomgeving te geven. Dus kijken naar alle omstandigheden als klimaatbestendig, klimaat. Er zijn heel wat opgaves die ons te wachten staan die we met elkaar collectief moeten delen om ook de kracht te ontwikkelen. Nou, MKB-bedrijven zitten heel veel in de bebouwde omgeving. Hè? Bijvoorbeeld aanleg van rioleringen en zo. Dus we hebben iedere dag wat te maken met de burger. Dus bij iedere fysieke maatregelen zie je dat er sociaal kapitaal ontstaat. Dus op het moment dat we de verbinding met de burger, de uiteindelijke opdrachtgever van ons, kunnen we bewerkstelligen en die dingen doen die goed zijn en zorgen dat er minder overlast is en sneller en beter en goedkoper gewerkt wordt, dan denk ik dat we onze slag kunnen slaan als MKB-bedrijf. Als taskforce gaan we vanavond met de bouwcoalitie om de tafel om te kijken dat de bouwagenda die nu in de contouren staat, om te kijken of we daarin verder kunnen met elkaar, denk ik. Dat is heel belangrijk. Om uiteindelijk in maart dat toch te presenteren richting de Tweede Kamer. We gaan er vanuit als taskforce dat ons gaat lukken. Daarom heten we ook taskforce bouwen. Dus laten we gaan bouwen en zorgen dat we over 2 weken gesteld zijn.